Deel van windmolen glijdt van de trailer en blokkeert snelweg. In de nacht van dinsdag op woensdag gleed er een enorme windmolenpijler van een trailer af. Dat gebeurde rond 2:30 s'nachts op de A1 verbindingsweg naar de A50 van het knooppunt Beekbergen. De turbinevoet lag urenlang dwars over 2 verbindingswegen en heeft een gedeelte van de vangrail geplet. Bij het ongeval raakte niemand gewond. In de vroege ochtend hebben 2 kranen de meterslange buis van zijn plek gehaald en op een andere trailer gelegd. De gehele operatie duurde tot 12 uur, waarna Rijkswaterstaat de schade aan het wegdek en valrail zijn gaan herstellen. Beide verbindingswegen zijn door het ongeval tot eind van de middag voor het verkeer afgesloten geweest. De Inspectie Leefomgeving en Transport zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.